Goeiedag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan verder in Azerbeidzjan, ronde nummer 4 van het kampioenschap en aflevering 47. Als je aflevering 46 in China gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. En ben je nu op dit kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019 Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op, aangezien er een enkele video meer van mij mist. Ja, Azerbeidzjan dus. 1-0 slipstream hier. Twee lange rechte stukken. En start-finish kan dodelijk zijn. Twee nieuwe updates. Aerodynamica en chassis. De kwalificatie verloopt in de regen op het eind. En we klimmen wat dichter bij Williams. Dat is nog steeds het team to beat. En in Spanje komt een enorme chassis-update aan. En we zijn net voor Ferrari gekomen hier in Azerbeidzjan. 3 overwinningen op een rij gepakt in de eerste 3 races. Laten we hopen dat we hier ook in Azerbeidzjan voor onze 4e overwinning van het seizoen kunnen strijden. We gaan het zien in de kwalificatie. Qualifying in the Republic of Azerbaijan. The teams are making their last minute adjustments before the lights go green and the fight for pole position can get underway. When it comes to getting lap time out of this circuit, it's traditionally been about maximizing top speed. Do you simply remove as much downforce as possible, hang on in the corners and max out down the straights? The teams will have arrived with all manner of parts designed to capitalize on the long straights. The cars will be that much harder to drive in the corners, but everyone will be in the same boat. We zijn inmiddels aanbeland bij onze eerste ronde hier in Q1 voor de grote prijs van Azerbeidzjan. Ik verwacht hier gewoon weer op de eerste startrij te staan, want in alle 3 de races vertrokken wij van pole of stonden wij van de eerste startrij en dan vertrokken we daar en ronden daar ook de race, dus ik verwacht hier gewoon weer een prima kwalificatie te kunnen doen. Over start finish heen gekomen en dan gaat het kijken wat deze ronde gaat opbrengen hier voor Q1. De tweede bocht nemen we goed, iets te wijd, dat verstoort niet onze exit, wat ook goed is. En dan is het nu afwachten voor start-finish. Deze bocht nemen we ook heel erg goed. We pakken de eerste tijd van Kwiat af met een 1.38.5. Dus we staan er gelijk bij. Uitslag van Q1. Onszelf naar 1, Hamilton naar 5 en Kwiat 2 op 28.000ste. Dus het belooft een strijd tussen Mercedes en de Williams te worden voor de pole, denk ik. Als Q3 nog droog blijft. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2, niet Q3, Q2 nog. Nog steeds droog. En dan is het hier weer gewoon onze rondjes rijden. Ronden, rondjes. Maakt niet uit. Dezelfde definitie. En dan is het gewoon hier naar de finish rijden. Kijken waar we staan. Bottas met een 1.38.3. Waar komen wij terecht? Dat is de vraag. 1.38.0. Op dit moment naar de snelste tijd in Q2. En dan gaan we kijken waar we dadelijk staan in Q2. De uitslag van Q2. Onszelf weer naar 1. Hamilton naar 7. En Kubica door naar Q3. Verstappen niet. Dat is heel pijnlijk. Want teammaatje Weber pakt hem namelijk wel. Q3 inmiddels en het is in één keer gaan regenen hier in Baku, tenminste het ziet er naar uit dat het gaat regenen, want het is in één keer flink bewolkt weer gaan worden en ik ben bang dat dat ons in het nadeel gaat opleveren. Moment overstuur omdat ik de curbs vol had geraakt. En dan is het nu de vraag waar wij dadelijk staan aan het einde van onze eerste ronde in Q3. Weber met een 1.38.2. We hebben slipstream van Lewis Hamilton. En we zetten een 1.39.1 neer. Op bijna een seconde van Lucas Weber. Het regent hier in één keer in Azerbeidzjan. Het zat er eigenlijk al aan te komen vanwege de bewolking. Maar nu is het hier dan eindelijk dus beland. En dit gaat onze ronde verstoren hier in Q3, denk ik.
Nou, we zitten wel in het groen. Ah, mooi. We zitten in het groen. Een tiende eronder. Maar dan moeten we hier rustig aanremmen. P6 op 1.3, want deze tweede ronde was niet goed. De uitslag van Q3, Weber pakt verrassend de pole position, Vettel verrassend naar 2, Bottas naar 3 en onszelf naar P6 en Hamilton naar 10. Heel onverwachts dit en Weber is er in één keer bij. Niet verwacht van mijn oud teamgenootje in de Formule 2. De rivaliteit, we winnen ten opzichte van Vettel en Hamilton, de resourcepunten. Zijn er altijd hopelijk veel. Nou, Q3 was wel teleurstellend. Nou. Reputatie is wat gedaald bij Ferrari en de andere teams. Obviously I expected a better session, but these things happen from time to time. Try to make up for it. Nou, we gaan. Sorry, en mij kon er niks aan doen, het was regen. Maar het belooft droog weer te worden voor de race voor de grote prijs van Azerbeidzjan. We zijn er klaar voor. And a warm welcome to you from Azadlik Square, heart of Baku and home of course to the Azerbaijan Grand Prix. With high speeds, tight corners and few runoff zones, many are expecting a safety car here today. So our drivers will have to stay very much on their toes and hopefully away from the barriers. With 20 turns and a length of 3.7 miles, Baku City Circuit in the heart of the Azerbaijan capital is a real test of a driver's endurance, patience and precision. 90 degree corners through Sector 1 lead into a tightening uphill sprint as we start to circle around the old city. Then a 1.4 mile chase flat out through Sector 3 towards the finish line. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Kvyat, Kubica, the Professor, and Leclerc, Russell, Butler, Hamilton, and Lucas Faber, Verstappen, Giovinazzi, Pierre Gasly, and Ricciardo, Magnussen, Perez, Kimi Raikkonen, and Lance Stroll, Sainz, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the... Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de auto en we gaan beginnen voor de grote prijs van Azerbaijan. Korea, aflevering zenuwachtig land. De lampen zijn dus officieel aan en we zijn onderweg. En het is een slechte start van Charles Leclerc. Is er gelijk beter. Die probeert wel gelijk af te knijpen, alleen dat het mislukt. Helaas. En Leclerc is dan gelijk aan mijn binnenkant. Kubica wordt daar wijsgeduwd. Kunnen hier profiteren. We knijpen Kubica al gelijk af. We kunnen hier ook Danny Kvyat al gelijk passeren. In deze hele krappe bocht. Hij geeft ons helemaal geen ruimte. Maar we vinden toch de weg er doorheen geboord eigenlijk. Die vinden we toch. En we zijn na plek 3. De volgende heeft Valtteri Bottas in zijn Williams. En dit wordt een lastig grote prijs vanwege Valtteri Bottas. Maar het is hier een slipstreamfeest. Dat zei ik al voor het begin van de kwalificatie. Bottas kijkt bij Vettel. En wij kijken hier bij Bottas en Vettel. Een hele late inremactie. En het is gelukt. Vettel en Bottas verschalkt in ronde nummer 2 op het lange rechte stuk. Maar Bottas heeft Vettel gepasseerd. En dus moeten we nu rekening houden met Valtteri Bottas. Want die kan er wat van in zijn Williams. De Williams is nog steeds een topauto. Die nog steeds een team to beat is. En waar wij in Spanje hopelijk dichterbij zitten. Maar eerst Azerbaijan, dus ronde nummer 2. Bottas is behind you. They're on fresh softs. Their tires are one level. Daar zit Valtteri Bottas in mijn slipstream. Ik probeer hem uit mijn slipstream te krijgen. Alleen dat lukt helaas niet. En Bottas, wat doe je jongen? We zetten de snelste race nog neer. Bottas kijkt nog niet. We zetten een 1.42.7 neer. Op dit moment de snelste raceronde van de race. DRS is beschikbaar gesteld door de FIA. Maar we moeten wel EURS en fuel gaan besparen voor dadelijk het lange rechtstuk. Bottas kijkt naar de buitenkant. Is niet slim, Bottas. Wij remmen laat en we duwen hem wat richting de muur. Het mag allemaal. We brengen niemand in gevaar. Geen regen.
always seem like the best tire for now. Gelukkig. Daar ben ik blij om. Rood in sector 1. En daar zit Bottas er dan denk ik beter voor. Heel lang in mijn slipstream. Heeft hier ook DRS. Kijkt naar de binnenkant. En dan gaat hij naar P1. We raken elkaar. En dan stuur ik hier wat agressief naar links. Raakt Bottas mij. En spint Valtteri Bottas. Oké, clear. Valtteri Bottas is gespint. Staat daar nog steeds stil. Het is geel in sector 1. En Bottas staat daar nog steeds stil. En nu is Vettel naar 2 gegaan. Bottas rijdt weer. P20. Heeft hij een probleem? Door die crash met mij. Hij rijdt niet zo gemakkelijk naar de Renault toe. En wat doet Bottas? Moet ik even kijken naar Sebastian Vettel hoor, dat hij niet een aanval waagt voor de leiding. Maar Bottas verliest wat. Bottas verliest wat van de Racing Point en de Renault. Terwijl we nog steeds druk hebben van Sebastian Vettel. Oh, het is geel. Het was er even geel. Ja, Bottas heeft een probleem. Die crash heeft toch voor een probleem gezorgd bij de Finn. Is een ophanging kapot? Dat weet ik niet, maar Bottas is uitgevallen. En dat brengt de virtual safety car uit. We moeten nu dus nu een delta gaan aanhouden. Net als in Bahrein, want toen viel Lewis Hamilton uit. En dan heeft die crash met Bottas toch denk ik fatale gevolgen gehad voor de Williams auto. De virtual safety car is inmiddels geëindigd. Want we kunnen weer racen namelijk. Race Control zegt ook, DRS is weer beschikbaar gesteld. En we moeten dus nu wegrijden van Sebastian Vettel. Ronde nummer 5. Die crash met Bottas was trouwens mijn fout. Ik stuurde iets te scherp naar links toe. Om te zorgen dat Bottas niet... dat hij wel moest remmen. Alleen ja... Hij hield dus nog in terwijl Vettel hier een aanval probeert aan de buitenkant. Dat is niet slim, Seb. Want dat gaat je nooit lukken. Wat zei ik? Het lukt hem niet. En dus nog steeds na P2 voor de Duitser. Even terug naar Bottas. Bottas bleef me aanhouden, maar ik stuurde te scherp naar links. Daardoor raakte ik Bottas en daardoor raakte Bottas de muur. En dat heeft dus voor die fatale crash gezorgd. Dat de auto niet heel is. Bottas zelf is trouwens ongedeerd. Ik heb het over de auto, niet over de coureur zelf. Ronde nummer 6 inmiddels. Vettel nog steeds in mijn kielzog. 17e is het verschil. Charles Leclerc op 2.7. En ben benieuwd waar Lewis Hamilton is. Die rijdt achter de Alfa Romeo's. We gaan dus naar binnen. Want Vettel is ook binnen geweest. En we gaan dus naar de mediumband, want mijn rechterachterband is eraan. Charles Leclerc komt ook naar binnen. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton. En de pitstop is goed, 2.1. Dani Kvyat komt ook naar binnen. Een Alfa Romeo zat daar nog, van Kubica, die komt ook naar binnen. En dan is de vraag, komen wij voor Sebastian Vettel weer de baan op? We hebben Giovinazzi voor ons. We komen voor Vettel de baan op. Een seconde of twee hebben we nu op de Duitser. Goed gemaakt. Met deze overcut. Dus heeft de undercut van Seb niet gewerkt. Dan vallen we hier Giovinazzi aan, die hier de binnenkant verdedigt. Kijk weer aan de buitenkant. En een mooie inhaalmanoeuvre aan de buitenkant van Giovinazzi in zijn Toro Rosso. Paars in sector 1 en 2. Dat betekent dat wij dadelijk de snelste raceronde verbeteren. En Jeff zegt ook, okay, prima manoeuvre, goed gedaan, want Giovinazzi moet nog naar binnen. Die gaat denk ik voor een zetje medium of soft. Verstappen rijdt ook nog buiten. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. We zetten de snelste raceronde neer. 1.42.0 op dit moment. Het gat naar Max is 4.6. Het gat naar Giovinazzi is 1.3. Daar rijden we dus vandaan. Hopelijk dat we dichter bij Verstappen kunnen, kunnen toerijden. We zetten weer de snelste race in met een 1.41.1. Het gat naar Max is 1.8. Giovinazzi rijdt nog steeds door. 14.7 seconden naar Lewis Hamilton.
en ik zie Verstappen al rijden. Ronde nummer 12. Daar duikt Verstappen naar binnen. Ronde nummer 14. Kvyat is naar hard gegaan. Verstappen gaat ook naar hard. Oké. Gek. Ik had verwacht dat hij tot ronde nummer 18 zou rijden en dan naar de soft zou gaan. 24.2 seconds. They're on old hards. They're in 8. The time last lap was a 1:45.0. Trouwens, aan Danny Kvyat is groter geworden. Hij rijdt ook op een compound harder. Terwijl wij weer op een compound zachter rijden. Wat ik niet begrijp, dat hun naar de hard zijn gegaan. Misschien hadden hun geen medium banden meer over. Met nog 500 te gaan in de wedstrijd. Tot dusver een dominante wedstrijd. En het gat naar Kvyat is 11,7 seconden. Verstappen gaat denk ik een podium pakken hier in Azerbeidzjan. De gearbox ziet er wat slecht uit. Ik hoop niet dat hij het in Spanje of Monaco begeeft. Dus we moeten nu rustig aan gaan doen met de versnellingsbak. Anders is de kans dat we in Monaco geen punten scoren. Ronde nummer 23 inmiddels. Kvyat op 10,7 gezet. Die zien we dus niet meer terug. Verstappen zit 6 seconden achter de Rus. Die moet even Vettel en een Alfa Romeo tegenhouden. Ik denk dat dat van George Russell is of van Robert Kubica. Terwijl wij nog steeds lekker aan de leiding liggen. En het hier lekker kalm aan gaan doen in de resterende ronden. En dan hebben wij onze vierde overwinning van het seizoen binnengehaald. En dan gaan we door naar Spanje, waar we hopelijk onze vijfde overwinning van het seizoen kunnen behalen. Onze vijfde achtereenvolgende overwinning. En dan door naar Monaco. Maar eerst Azerbeidzjan finishen. En hopelijk nog dat snelste race van de punt pakken. Ronde nummer 24. Nog 3 ronden te gaan, inclusief deze ronde. Het is inmiddels ronde nummer 25. Het gat naar Kvyat had ik niet gezien, want het was, ik denk, ongeveer 12 seconden en een beetje. En Verstappen zit daar 8 seconden achter. Ongeveer 8 seconden. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grootte van Azerbeidzjan. En dan kunnen we er weer eentje bij schrijven. Het gat naar Kvyat is 8,9. Die is hij in één keer aan het dichtrijden. Ik weet ook niet waarom. We komen bij het lange rechte stuk. Het was een prima wedstrijd. Gat naar Kvyat is 6,5. Dat boeit allemaal niet. Een crash met Bottas. Helaas, mijn schuld. Bottas moest daardoor uitvallen. Ja, sorry Valtteri, maar dat is dus de sport. Een verdiende overwinning hier in Azerbeidzjan. En we gaan het opmaken voor de grote van Spanje. En kijken of we daar onze vijfde achtereenvolgende overwinning van de seizoen kunnen behalen. So Mercedes have won it, and what a great race it was. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today: speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races. And we saw that today with our winner. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. And they certainly deserve it. And
De uitslag van de grote prijs van Azerbeidzjan. Wij winnen dus de grote prijs. Hamilton naar plek 10. Verstappen pakt zijn podium. En wij pakken het snelste race van de punt. Verstappen krijgt driver of the day. Terecht. Vettel naar 5. Teleurstellend voor iemand die van pole vertrekt. 29 punten voorsprong op Ferrari inmiddels. Dus het loopt hartstikke goed. 44 punten verschil met een Ferrari coureur. En hier hebben we Claire. Things look close between you and your rival for a bit, but you came out on top, didn't you? Ja, het was wat close met Seb, want hij had een betere exit namelijk aan de buitenkant. Ja, we hebben er beide van genoten, denk ik. Do you think you were lucky not to end your race with that? Ja, ik had heel veel geluk, want ik dacht echt dat er iets beschadigd zou zijn aan de auto, maar dat was dus niet. Dus ja, de auto doet het goed. Appreciate your time. Dankjewel Claire, tot in Spanje. De resultaten van de rivaliteit breakdown met Seb en Lewis. Nou, die van Seb winnen we dus overduidelijk. En die van Hamilton winnen we eigenlijk ook. De resourcepunten. Elke keer naar een evenement krijgen we die dus. Die zijn dus bedoeld voor updates aan de auto. In Spanje komt een enorme update. Hopelijk dat die ook slaagt. Kijk eens, lekker veel. Team goal behaald. Derde of beter gefinished. De reputatie is weer gestegen met de beide teams. Veteran en een sportsmanship. Great work this weekend. It was fantastic to see you up on that podium. Nou, dankjewel Emma. En hier hebben we dus een nieuw contract voor Mercedes. En ik ga even kijken wat de mogelijkheden zijn voor ons. Derde en eerste, dat kan. Ja, die zijn al op zijn max, dus die kunnen we nergens aan veranderen. Mooi, contract is dus getekend. Nieuwe doel, kwalificatie als derde eindigen en de race als eerste eindigen. Mooi dus. Nou, dit was het video mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je nieuw op de kanaal en weer meer wekelijkse aflevering van F1 2019 Career moet zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op. Aanzet er enkele video meer van mij mist. Reageer van de week kan dat moet worden of als je genoten hebt, zeg van hey, toffe video. Ik heb genoten van de inhaalactie van van Verstappen. Spam de comments gewoon vol. Dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. Tot ziens. Tot de volgende keer bij F1 2019 Career Mode. We gaan verder in Spanje.